Het is weer de tijd dat opties in contracten kunnen worden gelicht. En dus is het een drukke tijd voor algemeen directeur Wim Beekman. Ja, we hebben de opties in de contracten van Mannes, van Kwee, van Koelhan en voor onze smaakmaker Danso hebben wij gelicht. Hoe belangrijk is dat voor hem? Nou, heel belangrijk, want het zijn jongens die veel minuten maken. Koelhan was dan het eerste gedeelte nog wat geblesseerd. Maar ze hebben allemaal veel minuten gemaakt in de basis. Basisspelers nog een jaar langer. Ja, is altijd prima voor de club. En de optie van Derek Kwee werd ook gelicht en dus speelt hij ook volgend seizoen voor FC Emmen. Oh, ja, je krijgt natuurlijk ook een brief gewoon. Maar eigenlijk gaat hij op bij een club als Emmen heel informeel. Er wordt gewoon de wandelgangen kan het tegengezegd worden. Dus dat is wel fijn dat het niet, het wordt ook niet groter gemaakt dan het is. Nee, want je hoeft ook niet in onderhandeling over het contract, want eigenlijk staan de voorwaarden al in die optie, toch? Ja, inderdaad. Zo werkt een optie in een contract. Ja. Ja, volgend seizoen ook hier. Zou dat misschien wel eens in de eredivisie kunnen zijn, of ben ik nu wel heel erg optimistisch? Nou, laten we het hopen. Ik bedoel, wij hebben in ieder geval alle vertrouwen in dat we in ieder geval die play-offs gaan halen. Zeker na vandaag hebben we weer een goede stap naartoe gemaakt. En ik denk dat in de play-offs kan alles gebeuren. Dat ten eerste, en we hebben gewoon een heel goed team. Dat juist nog beter speelt tegen goede teams. Betere teams. Die ook beter kunnen voetballen. En die doen in het algemeen mee aan de play-offs. Dus ja, dan kan veel gebeuren. Ik bedoel, het is 4 wedstrijden vlammen misschien maar. Desnoods, of in een ander geval 6. Maar dan kijk naar de Graafschap. Die had vorig seizoen op de laatste dag de play-offs. In de laatste speelronde. En die wint hem uiteindelijk. Ja, je sluit natuurlijk contracten af met spelers. En ja, eenjarig is maar 1 jaar. Dus ja, in die contracten sluit je vaak een optie af die dan door de club gelegd kan worden. En dat moet dan voor 1 april. Nou, we hebben een aantal van gelegd, onder andere van Mannes en van Danso. Hebben we die opties gelegd. Ja, aantal ook niet. Die krijgen dan een brief in de bus. Maar dat wil dus niet zeggen dat ze hier volgend jaar niet voetballen, hè? Nee, dat heet niet voor niks een pro forma brief. Dat wil zeggen dat je CO-technisch dingen op moet zeggen. En daarna ga je gewoon weer met elkaar in gesprek. Maar voor de buitenwereld een ontslagbrief, maar het ligt net even wat anders, hè? Nee, maar daarom gebruiken we vaak ook het woordje pro forma erbij. En ook om het gesprek goed in te kunnen gaan, is het wenselijk dat je zo'n brief verstuurt. Nou, belangrijk is het voor de club om basisspelers als Mannes en dan zo langer aan je te binden? Ja, basis een speler die bij de eerste 13 zit en veel basis speelt, is altijd interessant om te houden. Maar we staan nu op de gedeelde 5e plek. En dan die jongens die dat bewerkt hebben, die moeten zo mooi zijn als die volgend jaar weer hier spelen. Ja, een ander voordeel is als ze wel gehaald worden, dat je nog een transfervergoeding kan vragen. Hè? Ja, nou ja, zo werkt het ook in de voetballerij. Als er dan interesse in een speler komt die nog vast ligt, ja, goed, dan kun je dan altijd een transfersom voor vragen. Met Sijp en met Hagenau moet je dan nog weer opnieuw in gesprek? Zo werkt dat? Ja, die hebben de optie niet van gelegd, maar gaan we zeker mee in gesprek. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat zal maand april zal dat gebeuren. Hoe klinkt dat, Derek Kwee in de Eredivisie? Ja, mooi toch?